Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video van Dierenpraat TV. Vandaag ga ik een aantal honden aan jullie voorstellen. Veel plezier te kijken. Vandaag ga ik jullie voorstellen aan Puk en Jake. Dit is Jake. Jake is op het moment heel erg ziek. Hij heeft waarschijnlijk een auto-immuunziekte. En we hebben van de week zijn bloed laten testen. Hij heeft geen kapattenziekte of hartworm. Deze meid is Puk. Die wil ook even zichzelf laten zien. En Puk die heeft pas geleden een operatie gehad aan haar knieband. Die was gescheurd. Een hele dure operatie. Ze is heel erg lang ziek van geweest. En die pin die moest erin blijven zitten. Die schroeven. Het is een schroef en een plaat eigenlijk. Ze zit nu daar lekker in het zwembadje te chillen. Zullen we daar gaan zitten? Dat is ook goed. Hier hebben we Puk. Puk is onze pitbull en Puk is echt een mega lieve hond. Ze was gevonden hier in de straat, lag ze midden op de weg in brandende zon. Dus ik dacht echt, nou die hond is aangereden, deze dood. Dus voor de zekerheid heeft naartoe gelopen en daar lag zij dus. Ze was heel boos, ze wilde ons meteen gaan bijten. En uiteindelijk blijkt het dus gewoon een mega lieve hond te zijn die gewoon angstig was. Ze had geen hartworm, wel kapattenziekte, daar is ze toen van genezen en ze had helemaal lange tietjes. Waarschijnlijk heeft ze dus heel veel puppies gehad en is ze altijd gebruikt als fokteven en hebben ze haar waarschijnlijk vervangen voor een puppy van haar en moest zij weg. Dat zie je heel vaak op Curaçao, dat er met honden gefokt wordt, met rashonden en dat ze dan een paar nestjes hebben gehad en dan moeten ze eruit. Hij heeft toen op het speelveld hier zo heeft ze haar kniebanden gescheurd. Echt ontzettend zielig. Toen moest ze geopereerd worden. Die operatie kost een paar duizend gulden. En daar hebben de donateurs hebben dat allemaal geholpen om dat in te zamelen. En toen konden we die operatie laten doen. Pup had ontzettend veel last van de plaat op haar been. Maar die moest 3 maanden blijven zitten. Dus ze heeft echt 3 maanden best wel veel gelegen en sneu geweest. En ze heeft toen heel haar zwembadje opgegeten. Dat zie je hier ook, dat het echt aardig koud is. Maar nu is de plaat eruit en gaat het echt super goed met haar. En is ze dus ook weer beschikbaar voor adoptie. Jake, kom eens. Dit is Jake. En Jake is ook gevonden bij de Jorisbaai. Dat is hier aan het einde van de straat. Daar is een hondendumpplaats. En daar liep hij echt altijd in de bosjes en we voerden hem wel en hij liet zichzelf niet graag zien. Maar als we dan het voer hadden weggezet en we bleven even stiekem kijken, dan kwam hij altijd aangeworteld, zeg maar. En toen hebben we hem op een gegeven moment gevangen met de vangkooi. Hij had kapattenziekte en hij heeft toen heel stout is hij op een kast geklommen. Hij sliep in een studio, was hij op een kast geklommen en toen heeft hij gewoon 2 strips. Met doxy opgegeten, inclusief plastic en zo. Dus toen zijn we heel bezorgd geweest, naar de dierenarts geweest. Van alles en nog wat gedaan. Nou, uiteindelijk is hij helemaal niet ziek van geworden. Op straat eten ze natuurlijk veel gekkere dingen. En toen is hij eigenlijk een jaar heel stabiel geweest, want hij is hier nu bijna een jaar. En nu heeft hij dus blijkbaar een auto-immuunziekte. Dus hij heeft hele vieze ogen. Hij loopt de hele tijd met een opgetrokken buik. Daaraan kan je zien dat hij zich niet lekker voelt. We hebben een bloedtest gedaan en daaruit bleek dat hij een hele grote ontsteking heeft. Dus hij krijgt nu 4 soorten medicatie. En we hopen dat het snel weer goed komt. Hij wordt ook elke dag 2 keer per dag zijn ogen gezalfd en getemperatuurd. En ik hoop dat hij dan snel weer beter is en dat we ook een huisje voor hem kunnen zoeken. Dus dit zijn Puk en Jake. We hebben Jochie, Pino. En Pino is helemaal gek op zijn bal. Jullie hebben zijn naam verzonnen. Echt superleuke naam. En hier is Benji. Benji, iedereen. Ze zijn allemaal druk. Hagedisjes aan het varen. Kom eens kijken. Kom eens kijken. Ah ja. Oh ja. Hij is nou nog ziek. Hij heeft kapattenziekte. En Babesia en Eligia heet dat. Daar krijgt hij medicatie voor. En zodra dat gedaan is, dan... Kusie, Jochie. Kusie. Kusie, lekker Jochie. Dan kan hij beschikbaar voor adoptie. Dan wordt hij gecastreerd en gevaccineerd. Maar nu moet hij eerst nog even herstellen. Dit is Jochie. Jochie was bij ons voor de poort gedumpt. Hij lag heel zielig, heel bang. En nu is het eigenlijk een heel blij hondje. Alleen hij van de week is hij in zijn pootje gebeten. Waarschijnlijk door de buurvrouw in de andere tuin. En daar heeft hij heel erg veel pijn aan. Dus hij zit heel even bij de kleine andere hondjes. Zodat hij even kan bijkomen en even weer kan genezen. Jochie is dus echt een aapje. Hij klimt echt in de hekken.
altijd als je aankomt lopen, dan hangt hij zo met zijn pootjes in het hek. En dan zit hij echt te kijken, hoi, ik ben hier, kom je knuffelen. Hij is al gecastreerd, gechipt, dus alleen even zijn pootje genezen en dan kan hij eigenlijk al voor adoptie. En Benji, ik ga Benji even halen. Benji? Hi Benji, goed? Oh, ben je nou verliefd? Ik ga hem ook nooit pakken. Rikkie was samen met Lissie met zijn zusje. Daar hebben jullie ook een video van. Moet je eens kijken hoe hij gegroeid is. Ja, je bent super groot geworden. En hij is helemaal gezond en gevaccineerd. Dus hij kan gewoon direct geadopteerd worden. Burger King. Okay. King is gevonden bij de Burger King. Hij woont al een paar jaar hier op het Rescue Center. Hij is echt super lief. Kan ook heel braaf lopen aan de riem. Hij kan met katten, hij kan met kippen, met puppies. Hij kan alleen niet met stoere andere mannetjes honden. Maar hij is echt super lief. Dit is onze bunkertuin. Die is helemaal overdekt. En moet je kijken hier. Zo moet je even kijken naar die hondjes. En dan deze grote beer. Dat is een grote beer. Die weegt denk ik wel 80 kilo. Dat is echt een bakbeest. Ik zal hem even zo laten zien. Hoi. En dat is zijn vriendinnetje. Die logeren hier in het dierenhotel. Hoi, grote jongen. Daar hebben we Lucas. Onze Ridgeback. Nep Ridgeback. Ridgeback West Pointer. Hey. Waar is Pantera? Pantera? Pantera ligt verstopt onder het huisje. Hé, hey, Ricky. En daar hebben we Dandy, Baloo, Nicky en Priva. Dit is zo'n lekker slaaphuisje waar ze in slapen. En ze hebben allemaal een zwembadje in de tuin. En ze hebben gewoon echt lekkere ruimte. Lekker groot. Genoeg drinken. Daar gaat onze cameravrouw. Dat is Mandy, die zorgt hier voor de honden. Ze gaat de varkens eten geven. En hier hebben de hondjes vanmorgen allemaal lekker gerend. De kippen krijgen nou eten. Daar kijken ze erg naar uit. De vloer is lekker helemaal schoongespoten. Dus ze hebben allemaal weer schone stalletjes. En als je de kippen dus geen eten geeft, dan gaan ze je echt stalken. Dan blijven ze heel de tijd achter je aanlopen totdat ze eten krijgen. Kijk. Honger, honger, honger. En dit is onze voerkamer. Hier hebben we het eten van de kippen en van de paarden. En alle medicijnen liggen hier zo. Hier zo in die koelboxen, dat is ideaal. Daar hebben we luzerne in zitten. Daar kunnen dus de muizen en de ratten niet bij. En ze krijgen altijd onder de trailer eten, zodat de varkens het niet kunnen pikken. En dan kunnen ze lekker een beetje scharrelen. De varkens die krijgen nog even een schone eetbak en dan krijgen ze ook hun eten. Hé, hey, boefjes? Ze denken, schiet op, we hebben honger. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video en dat jullie de volgende keer de andere honden willen zien. Of als jullie nog leuke ideeën hebben, laat het zeker weten. Super bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Doei!